tijd voor een shoplog die mega gezellig en leuk is. Dat ik dat niet vaker doe. Het is echt... Ik kijk er altijd naar, dus waarom doe ik het niet zelf? Snap die logica? Not. En... hele tas vol. En ik heb ook spulletjes ergens anders gehaald. Want ik heb ook wat spulletjes gekocht voor mijn volgende DIY project. Die echt super leuk gaat worden en super schattig. Oké, laten we dan maar meteen beginnen. Oké, tromgeroffel als eerst. Dat is spannend, kijk nou. Oké, ik ga even beginnen met dit. Zo schattig. Ik hou echt van unicorn kleuren. En ik vond deze vierkant dingetje vond ik toch best wel handig. Het is best wel groot, vind ik ook. Eerst gekocht en hij was maar 4 euro. Serieus. Het is echt gewoon een giller. Echt een huispak nodig. Ik werk vanuit huis. Weet je wat? Ik ga gewoon lekker in comfortabele kleren thuis zitten. Ik zag dit en ik was er meteen verliefd op. Vooral met deze broek erbij dacht ik echt, dit is echt een match. Lekker zacht en aan de onderkant loopt hij ook weer heel erg smal uit. Helemaal poepig. Oh ja, het pak is trouwens 19 euro bij elkaar. 10 euro voor de broek en 9 euro voor het truitje. Ik heb nogal een nep bloemenverslaving, dus ik heb ook weer nep bloemetjes gekocht. Maar deze zijn voor mijn volgende DIY project. Ik zag deze en ik dacht, ja, ik ben nogal weg van roze. Dus ik dacht, ja, zijn 1,49 per stuk. Weet jij waar je ze goedkoper kan krijgen? Laat dan een berichtje hieronder achter, want ik heb echt geen idee. Maar ik vond ze mooi en voor mijn volgende project dacht ik van, nou, het past perfect. En nu had ik gewoon echt een heel simpel ding gekocht. Het was laatst echt mega warm. Echt 30 graden of zo. En ik zweer het je, ik wilde gewoon een lang jurkje aan. En ik kon gewoon niks vinden. Van die hele klerenkast die ik vol heb met alleen maar kleren, kon ik niet één jurkje vinden die tot aan mijn enkels kwam en gewoon los. Maar ik zag deze. En dit is wel echt iets voor mij. Kijk eens hier. En ik vind hem echt super leuk. Hij is lang. En heel makkelijk en heel simpel. En hij was maar 8 euro. Dus ik dacht, nou ja, weet je, voor de zomer lekker met een spijkerjasje erop. En lekker mijn sneakers eronder. I love it. En ik zag ook dit dingetje. Die vond ik ook echt super leuk. Ik vind het leuk als jurkje. Super schattig. Maar ik vind hem ook leuk als je hem in je broek stopt. Dat het gewoon weer een topje wordt. Amazing. En vooral dit halve maatje. Deze is 17 euro. Onderbroekjes. En dan denk je, wat zijn dat voor lelijke grote onderbroeken. Maar ik kan dus echt niet met string slapen. Of met van die onderbroekjes die continu mijn naad kruipen. Ik vind dat zo vervelend. Ik heb erg respect voor vrouwen die dat kunnen. Maar je weet snap wat ik bedoel. Ze zien er leuk uit, strikje. En voor slapen is het echt ideaal. Nog meer onderbroeken. Omdat ik nog niet genoeg had. Maar eentje is er van afgeschoten. Dat vind ik niet zo leuk. En dan kan je hem niet meer goed zien. Lekker voor het slapen. Heerlijk. I love it. I love it, love it, love it. En nu heb ik ook wat waarvan jullie gaan zeggen van, oh, boring. Een witte kussen. Gewoon een simpele witte kussen. Maar deze is ook voor mijn projectje. Hij blijft niet zo. Hij wordt echt super leuk. Althans, ik vind het echt super schattig. En ook weer heel simpel. Het ligt hier een beetje op mijn bende nu. Ik moet het wel goed opruimen. Oké, op naar het volgende item. Geurkaars. Ik ben dol op geurkaars. Het geeft zo een heerlijk aromatisch geurtje door je kamer. Dit is Wild Orchid and Honey. Ook van de Primark. 4 euro. Eerst weer zo'n potje kopen. Maar toen ik dat potje zag, dacht ik van, Mer, je hebt al ontiegelijk veel van dat soort potjes zelf gemaakt. Wat is de nut om een potje te kopen? Niet een potje kopen. Ik ga gewoon alleen de kaarsen halen, zodat ik mijn eigen potjes kan gebruiken. En niet weer nieuwe ga kopen. Oh ja, sponsjes. 1,50 euro. Buffing sponge. Deeply clean, smooth and polish. Oh ja. Dit vind ik ook zo leuk wat ik heb gekocht. Die moet ik jullie echt laten zien. Kijk nou. Zonder beugel. En deze was ook maar 4 euro. Dat is echt goedkoop. En ik had dit nodig. Want ik had vanochtend een drama met mijn haar. Het wilde niet zitten. En ik wilde het in een staart. En ik had helemaal geen knipjes. Nergens meer te bekennen. Altijd kwijt. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat ze gewoon voetjes hebben. En dan op magische wijze ineens weg zijn. En dat geldt ook hetzelfde voor elastiekje. Die ben ik ook altijd kwijt. Ik hoop dat deze niet magische pootjes krijgen en weggaan. En als laatst heb ik echt een super mega leuk ding. Ik heb hem al uitgepakt. Dus het is niet meer zo netjes. Ziet eruit. Maar dat is deze.
een selfie stick, maar niet zomaar een selfie stick. Want deze komt met een afstandsbediening. Je kleine PowerShot Canon, die ik normaal heb, die ook in de beschrijving staat, die kan daar gewoon op. Hoe handig is dit ding? Je kan je het gewoon ergens neerzetten, op het knopje drukken en een super awesome Instagram foto maken. Hallo! En hij was maar 37 euro. Als jij vaak video's opneemt of je Instagram foto's echt helemaal hot to the pot wil hebben, doe deze. Dus dat waren al mijn items. Ik hoop dat je dit een leuke video hebt gevonden. Als je het een leuke video hebt gevonden, doe dan blauwe duimpjes omhoog. Abonneer en neem het belletje mee, zodat jij op de hoogte blijft wanneer ik een nieuwe video maak. Oké, doei doei!